Ugh, we komen helemaal nergens met deze ideeën. Wat zou Delilah's lied het best vertegenwoordigen en Sabrina het meest vertrouwen geven tijdens het optreden? Oké, dus de lyrics lijken te gaan over hoe Out of This World gaat over botsende sterren, fel branden en je licht voelen zonder zwaartekracht. Dus de astronomietermen zijn bedoeld als een metafoor? Ja, en ik denk dat het eigenlijk gaat over vertrouwen hebben in waar je het meeste in straalt. Nou, wat straalt er feller aan de hemel dan de zon? En de maan. Oh, ik heb je zo gemist. Zei iemand Sunny en Luna? Ik bedoel de zon en de maan. Ik hoop dat jullie vertrouwen hebben in jullie ontwerpen. Want er staat voor jullie een hoop op het spel deze week. Iedereen, behalve één ontwerper van het verliezende team, wordt naar huis gestuurd. Wat? Samen met één ontwerper van het winnende team. Dat wisten wij nog niet eens. 5 mensen moeten terug naar de les. Oh, dat zijn zoveel vrienden waar we afscheid van zullen moeten nemen. Soms is minder meer. Misschien moeten we een juweel verwijderen. Of misschien wel 3. Weet je het zeker? Je kunt nooit genoeg glitter en glans hebben, toch? Eigenlijk voel ik me nu hemels en veel minder zwaar. En nu kan het ontwerp pas echt voor zichzelf spreken. Oké, ik weet dat ik buitenaards ben en zo, maar dit voelt een beetje buitenaardig. Ik kan er nauwelijks in bewegen. Ja, mode is een opoffering. Ik vind het perfect. Maar als ons model zich er niet zelfverzekerd in voelt, moeten we het misschien toch aanpassen. Maar wat kunnen we er nu nog aan doen? Als het zich niet goed kan bewegen, kunnen we een spleet aan de rok toevoegen, zodat ze makkelijker kan lopen. Hebben we er wel genoeg tijd voor? Geef me mijn toornmesje. Naalden, neer! Het is catwalk tijd. Als je straks nerveus wordt, denk dan aan de betekenis van Delilah en Sabrina's liedje. En draai rond en straal, je weet dat je uniek bent. We hebben zo'n geluk dat jij ons model bent. Dank je, Skyler. We can be whatever you want. Make the rules up as we go. Step into our power, a moment of golden hour, possibilities out of this world. Girl.